Deze koffie zou, als je dit in een bar zou drinken, kost dit je 20 euro. Maar één kopje. Ja, dit is een paar honderd euro per kilo. Dit gebruiken we voor de wedstrijden. Het is heel fruitig. Het is heel een beetje zurig. En vaak wordt het ook lekkerder naarmate het nog afkoelt. Mijn naam is Lex. We zijn hier bij mij in de branderij. Hier brand ik mijn koffie. Vooral nu. Ik ben net voor de derde keer Nederlands kampioen geworden. En ik ben hier bezig met het voorbereiden op de wereldkampioenschappen die dit jaar in Amsterdam gehouden worden. Maar ik denk als je de mooiste koffie ter wereld in de handen hebt en je zou 100 gram van de mooiste koffie ter wereld hebben, dan zou ik daar filterkoffie van zetten. En niet espresso. De espresso is heel moeilijk om goed te maken, dan als het lukt. Dat is natuurlijk heel fantastisch. Maar filterkoffie is eigenlijk, daar kun je ook wat langzamer van drinken. En dan kun je eigenlijk meer uit die koffie halen dan met een espresso, denk ik. Dit is eigenlijk ongebrande koffie. Dus zo ziet het eruit voordat je brandt. Hier kan je niks mee nog. Je kan je ook malen koffie van zetten, maar dat smaakt nergens naar. Een beetje grassig wellicht. En pas als je het brandt, dan pas krijg je eigenlijk die smaken eruit die wij zo mooi allemaal vinden. Volgens mij heb je dit ongeveer nodig. Ze wegen eigenlijk de boontjes af. Je kan 20 gram aanhouden voor een Aeropress. Dat gaan we malen. Dat doen we even hier kort in. Ja. Ja, dat kan met zo'n ding, maar je kan ook gewoon thuis een handmolen gebruiken. Dat werkt bijna even goed. En het eerste wat we willen doen is eigenlijk het filterpapier spoelen voordat we koffie gaan zetten. Want het papier heeft nog papiersmaak en dat wil je er eigenlijk uitkrijgen. Dus dat is altijd wat je als eerste doet. Dus we hebben heet water nodig. Dat spoelen we even voor. En dit water moet je uiteraard niet vergeten om weg te gooien, want dit heeft geen lekkere smaak. Vervolgens de koffie erin. En weer terug op de weegschaal, want ook het water, de waterhoeveelheid, willen we eigenlijk wegen. En hoe preciezer je dit doet, hoe lekker je koffie wordt. Dus op 20 gram koffie doen we ongeveer 230 milliliter aan water. En zorg ervoor dat je hierbij alle koffiedeeltjes goed nat maakt, dat alles goed met water bedekt wordt. Dus we gaan nu uit van 45 seconden dat we de koffie laten staan. En vervolgens gaan we hem doorduwen eigenlijk. En je hebt ontelbare recepten met deze manier van koffie zetten. Doorduwen, dus we duwen nu het water door de koffie heen. Klein beetje vergelijkbaar met als je een espresso zet. Daar wordt ook het water er doorheen geduwd, alleen nu gebeurt het onder lagere druk. Ik kan geen 9 bar duwen, dat is, red ik nooit. Maar in principe blijft hetzelfde. Het laatste deel wil je niet meeduwen, want daar zitten de bitters zitten erin. Niet helemaal uitduwen. En dan heb je hier super lekkere koffie. Hier is maar 30 kilo van op de hele wereld. En het is speciaal voor ons verwerkt. Het is van een stukje in Colombia, een prachtige plantage. En alleen het bovenste stukje, daar blijft de mist toch eens wat langer hangen. Waardoor die planten wat langzamer groeien dan de rest. En daardoor worden er meer suikers aangemaakt in zo'n bes. En krijgt die koffie veel meer zoetheid als het ware. Het is wel, ja, wel een van de mooiste koffies die ik ooit heb gedronken.